Goedenavond, dames en heren. Ik ben Berend Wilmietbrink en ik vertolk u vandaag weer enkele woorden. En we beginnen met het woord tolk. Tolk, tolk. Ja, de O wordt een A. En dan krijg je het taal-ik. En als we er ver voor zetten, is het vertaal-ik. Ja? En in het Engels zeggen ze tolk. En dat is ook taal-ik. Zie je? Het is dus tolk, vertolken. Vertalen, Engels, tolk, talk, 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 talk. Alle talen moeten eerst Nederlands leren om hun eigen woorden te kunnen verklaren. Het volgende woord is een Noors woord en dat is stoetkvaringe. Stoetkvaringe schrijven we op. Va-ringe. Stoetkvaringe. Je zult wel niet weten wat het is, maar ik wel. Dat is paneermeel. Paneermeel. En hoe krijgen we paneermeel? Door beschuiten klein te stampen. Kwaringen. En kwaringen zijn kouringen. Kouringen om op te eten. En als je die kouringen kapot stoot, kouringen, krijg je paneermeel. Nou, tot de volgende keer.